zeggen nou Eloy, Eloy. Ja, eigenlijk Eloy. Ja. 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 Hey, wie ben jij? Vertel eens even. Ja, ik ben Eloy. Ik ben woonachtig in Middelburg en nu bijna 4 jaar werkzaam voor Scheldebouw. Ik ben eigenlijk technisch tekenaar, maar samen met 2 andere collega's die werkzaam zijn in Heerlen doen wij ook een beetje de communicatie van het bedrijf. En achter jou staat een mooie, hele grote foto van Londen. Ja, klopt. Hoe heet die toren ook weer die je daar ziet? Ja, hier zie je de Shard. Dat is toch een van de, ja, van de bekendste projecten / gebouwen die Scheldebouw heeft gemaakt. En ja, je kan hem eigenlijk ook niet missen als je in Londen bent. En, nee. En gewoon de gevel van dat gebouw komt toch hier uit de fabriek. Ja, wat kan je dat meteen even kort samenvatten? De Scheldebouw wordt nog wel eens door elkaar gehaald, ja, met de oude Schelde scheepsbouw. Maar klopt, jullie doen in principe, maken jullie gevels en kozijnen, toch? Of? Ja, vooral gevels inderdaad. Ja, wij maken eigenlijk hetgene wat je aan de buitenkant van het gebouw ziet. Dus het glas, en dat is dan niet alleen het glas, er zit ook een frame omheen, vaak uit aluminium. En die panelen, die elementen, zo noemen wij ze, die worden hier eigenlijk bedacht en uiteindelijk ook geproduceerd en worden dan verscheept naar het gebouw toe over heel de wereld. Hoeveel mensen werken hier zo? We hebben ook nog een vestiging in Heerlen, in Limburg. En in totaal zijn dat toch rond de 500 werknemers. Oh, dat is best inclusief veel. De fabriek en de kantoorafdeling en eigenlijk alles op. En hoeveel dan in Middelburg? Enig idee? 200? Ja, rond de 200. Het ligt ongeveer gelijk met in Heerlen. Ja. Maar Middelburg is veel leuker natuurlijk. Ja. Oké, dankjewel. Gebieden als het ware ook van wat moet er eerst gemaakt worden, wat moet er eerst naar de bouw, wat moet er eerst geïnstalleerd worden. Dit soort dingen worden wel uitbesteed, maar die komen er wel naar hier en die hebben wij nodig natuurlijk om de gevel compleet te maken. Dus in die zin gebruiken wij dat. We kunnen natuurlijk niet alles zelf, maar het assembleren van de gevel moet hier... Gewoon dat gebeurt allemaal hier, ja. Ja. Dus eigenlijk is er iemand die zegt, ik laat een heel groot gebouw bouwen, zoals we daar op de foto zien. Ja. En dan wordt dat uitbesteed aan de architect en vervolgens. En dan is degene die het bouwt, die komt op een gegeven moment bij jullie zeggen, kunnen jullie de gevel fixen? Is dat kort gezegd? Dat is kort gezegd een beetje. Het is inderdaad, de architect is gewoon een soort van onze opdrachtgever. Dan heb je natuurlijk nog bedrijven die gaan over de betonstructuur, allerlei andere... aannemers en wij zijn dan verantwoordelijk voor de gevel, dus we hebben ook te maken met heel veel bedrijven die uiteindelijk samen het hele gebouw samenstellen als het ware. Dit is toevallig een project dat alleen maar uit glas bestaat, dus het is wel extra sterk. Nou, wat ik natuurlijk bij hoge flatgebouwen als leek altijd aan moet denken is als je dan 80 verdiepingen hebt en het waait echt heel hard, dan denk ik, het moet toch allemaal wel goed vastzitten. Zeker. En als ik daar binnen sta wil ik wel dat het allemaal een beetje veilig voelt. Hè? Ja, dat wordt heel... Triple glazing en double glazing, het is best wel uiteindelijk een dikke ruimte. Ja. Maar het is ook wel nodig natuurlijk. Dat is gewoon echt nog een lopend project nu. Ja, zeker. Die worden stap voor stap samengesteld en totdat ze uiteindelijk goed dicht ingepakt. Wie zijn ATG, weet je het? Ik weet het, zeg geen. ATG zijn er niet meer. Wat is dat hier beneden? Zijn dat robots? Of dat is... Ja, dit zijn glasdragers. Die plaatsen eigenlijk het glas in kitmachines. Zijn het ook. Dag Marco. Hi. Jij komt er nu ook bij. En jij bent de eindverantwoordelijke voor de productie. Ja, klopt. Nou, dat is een hele verantwoordelijkheid. Daar valt het mee. Dat is een behoorlijke verantwoordelijkheid. Ja. Zoals je ziet, behoorlijk wat vierkante meters en behoorlijk wat mensen die hier lopen. Dus, ja, en nu hoorde ik net van Eloy en dat het, er is ook een vestiging in Heerlen. Nou, jij klinkt behoorlijk Heerlens, ja. Of in ieder geval Zuid-Limburgs. Maar jij bent juist naar hier gekomen om vergelijkbare dingen te doen? Of, Klopt, ja. Ik was eerst werkzaam in Heerlen, de vestiging daar. En ze hebben mij 4 jaar geleden gevraagd om hier naartoe te komen, om deze functie te bekleden. En dat heb ik toen gedaan. Dus ik heb het boeltje opgepakt met mijn familie en we zijn hier natuurlijk. En bevalt dat een beetje in Zeeland? Jawel hoor, ja. Woon je in Middelburg zelf? Ja, is dat, ja. En dan wat voor hal zijn we nu? Want hier ben ik nog niet geweest. Ja, dit is hal 3, onze closed cavity façade productielijn. Hier draaien we dus projecten die een speciale behandeling nodig hebben. En daar zijn we eigenlijk sinds dit jaar opgestart hier, ja.
proberen met vliegtuigmotor, wat doet dat nu? Gebruiken bij wind- en waterdichtheidstesten. Het zijn testen die we doen hier in deze testkas. Monteren wij onze gevels tegenaan en dan spuiten wij daar water tegenaan. En dan door middel van deze vliegtuigmotor... Boot je na wat er op grote hoogte gebeurt. Ja. Everything okay here? Ja. Are you happy? Ja. Heren, ik heb volgens mij het meeste nu ongeveer wel gezien. Er zijn best veel mensen aan het werk, maar ik heb ook heel veel kantoren met name zijn leeg. Maar hoe is het nou in de productie? Hoeveel mensen zijn er nu thuis aan het werken en hoeveel mensen zijn nu niet actief? Of, nou, in productie kunnen we niet thuis werken, hè, want dat zou heel erg ingewikkeld worden. Maar we zijn nu in productie met een man of 90 aan het werk. Hier op kantoor zijn we normaal gesproken ook met een man of 100, denk ik. Ja. En daarvan is nou een groot deel, eigenlijk het grote deel is die werkt vanaf thuis. En tot slot, daar ben ik dan ook nog wel benieuwd naar, want ik heb geen idee van de gevelbranche, hoe het is met de markt. Maar hebben jullie last van de crisis of ziet het er allemaal nog goed uit voor jullie? Of? Nou ja, momenteel niet. Hè. We zijn nu de projecten aan het uitvoeren die we een tijdje geleden in opdracht hebben gekregen. Dus de business gaat nou door zoals die in principe ook voor de coronacrisis liep. Nou ja, dat is een goed teken, want... Er is toch veel geklaag en gedoe, maar hier draait het, ondanks het feit dat veel mensen thuiswerken, gewoon eigenlijk op volle toeren. Eigenlijk wel. Nou, oké. Nou, dank jullie wel voor de rondleiding. Ik ga er wat van maken en tot de volgende keer. Ja, tot.